Goedemorgen jongens. Nou, het is de volgende dag en ik ben terug bij Carmotec, want vandaag moet de camper klaar zijn. En er is hier al een stuk meer ruimte. En daar staat hij trouwens. Die wrap is ook bijna klaar. En deze is ook bijna klaar, begreep ik. Goedemorgen. Goedemorgen jongens. Is hij bijna klaar? Bijna klaar. De laatste dingetjes. Nou, die kunnen we dan mooi nog even meepikken. De finishing touch. Kijk, de wielen zijn lekker gecoat. Glimt als een... Oeh. Het begint nou echt goud te lijken, die bestikkering. Mooi, man. Kijk hem eens shinen. Dan zijn er nog een paar kleine dingetjes, heb ik gehoord. De voorruit wordt nog gedaan, het glas wordt nog gedaan. En hieronder krijgen we ook nog een plakstrook om de beschadigingen te voorkomen. Het wordt eerst nog verder schoongemaakt, want kijk, daar heb je dit soort dingetjes. Daar ontkom je niet aan met zo'n opstapje. Dat heb ik hier ook. Hier, en dit gaan ze nog uitpolijsten. Dus dit moet... Nou, dit herken je vast als je een camper hebt. Dit gaan ze nog uitpolijsten. Dus weghalen. En dan komt hier expel op, folie op. Om ervoor te zorgen dat als je hier tegenaan schopt, dat het niet verder beschadigt. Dus eigenlijk hetzelfde spul wat hier zit. Want hier op de rand zit dat ook. En dan zal die zo'n beetje klaar zijn. Dus voordat het weer wat drukker wordt op de weg, ben ik weg. Nou, laatste loodjes. Nou, dat is een speciale folie die Jarno aanbrengt. Dat is stone guard folie, dat is een soort expel. En dat zorgt ervoor dat er dus geen krassen meer daar op de lak komen. Als wij er tegenaan trappen met onze lompe poten. Nou, kijk jongens, en wat ze hier ook kunnen, ze hebben een snijmachine en dan kunnen ze eigenlijk alles snijden wat je wil uit een sticker. En zo kun je bijvoorbeeld je strijping laten vervangen door ze als die bijvoorbeeld lelijk is geworden door de verwering. Nou, voor mij hebben ze een speciaal stickertje gemaakt. Kijk, herken je hem? Misschien moet ik hem maar cadeau geven aan Carthago. Nou, dat wordt gewoon hier uitgesneden. En je kan ook je eigen naam erop zetten. Als je nou een Carthago hebt en je wilt hem anders noemen, dan laat je gewoon zo'n mooie sticker snijden. Maar dat kan ook bij een Hiemer of bij een Beursner. Of... Grappig, hè? Maar even denken waar ik hem zal plakken. Binnen op de motor. Nou, waar zou jij hem plakken? Zet maar even hieronder de video. Hij is klaar, jongens. Woehoe. Lekker zeg. Lekker zeg. Kijk eens even. Oh. Oh. Jezus.
Nou jongens, hey, daar staat hij. Moet je kijken hoe die zon erin tekeer gaat. Ik moet gewoon een zonnebril op. Dus, ik kan er echt niet in kijken. Hij staat echt te glimmen. En dan was hij natuurlijk nog maar nieuw. Nou, we hebben die strookjes erop. Dat zie je natuurlijk nog wel. Maar nu voorkom je daarmee krassen en vlekken op de lak. Dus lakschade voorkom je daarmee. Ja, hij is echt prachtig. En er zijn mensen die vragen, ja, wat doe je nou? En er zit een sticker op. En ga je die sticker ook coaten? Nou, die sticker is ook gecoat. En gaat het dan niet verkleuren, zei iemand. Nou, eigenlijk, als je hier geen coating op zet, je kan hier goed het verschil zien. Als je er geen coating op zet, dan zou die lak eerder gaan verkleuren. Zeg maar anders dan met de sticker erop, als wanneer je er wel coating op hebt. Dus eigenlijk heb ik de lak nu beter beschermd tegen verkleuren. Of niet, Jarno? Klopt helemaal. Klopt, hè? Helemaal. Hey, onwijs bedankt, man. Graag gedaan. We gaan veel veilige kilometers. We gaan ervan genieten. Groot gelijk. Tot de volgende camper. Tot de volgende camper. Dank je. Super. Nou jongens, ik vertel zo meteen onderweg nog wel even verder. Ik ga even nog even verder kwijlen rondom die camper. Zo jongens. Sla rechtsaf naar de kanaal. Hè. Dat was het best even. Weer leuk om die mannen te zien. En ze hebben weer prachtig werk afgeleverd. Hier. Vanmorgen ging er nog een camper weg. Die ook via Camping Drenthe terecht was gekomen. Wat natuurlijk ontzettend leuk is. En die mensen waren ook heel tevreden over het product. Maar ik weet nog dat ik hem, dat is natuurlijk nog maar net geleden, kreeg ik hem nieuw geleverd. Nou weet ik wel, weet je. Bij de dealer maken ze hem schoon, maar daar poetsen ze hem voor de rest niet meer. En nu is hij echt super lekker schoon. Super lekker. Dus. Nou, van de W weet ik en van de caravan weet ik dat ik er ook een hele tijd plezier van ga hebben. In ieder geval zolang als ik de camper heb. En ga ik weer onderweg naar huis. Ik hoop dat je het een interessante video vond, of eigenlijk is het een kleine serie geworden. Geef dan even een duimpje. Druk op abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En met dat belletje, oh, nog wat anders. Ik zal binnenkort even een videootje maken over de eerste inmiddels 6000 kilometer met deze camper. Dus als je die niet wil missen, druk dan even op abonneren en zet dat belletje aan. Want met dat belletje, tingelingeling, mis je die video ook niet. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende.